Je ziet ze heel weinig in China. Gezinnen die groter zijn dan 2 kinderen. En dat is niet zo vreemd. De meeste kinderen in het land hebben maar 1 broer of zus. Dat komt door een strenge geboorteregel van de regering. Chinese stellen mochten jarenlang maar 1 kind krijgen. En de laatste 5 jaar 2. Dat worden er dus nu 3. De nieuwe geboorteregel is bedacht door de regering van China. In het land wonen ongeveer 1,4 miljard mensen. Veel Chinezen willen helemaal niet zoveel kinderen. De Chinese regering bemoeit zich al heel lang met hoeveel kinderen er geboren mogen worden. Dat begon meer dan 40 jaar geleden. Toen werd de geboorteregel bedacht dat stellen maar 1 kind mochten krijgen. De regel werd 1-kind-politiek genoemd. Kreeg je meer kinderen, dan kreeg je een hoge boete. Voor veel mensen was er geen werk en veel mensen waren daardoor arm. Als er minder mensen bijkwamen, dan werd het leven beter, zo dacht de regering. De meeste kinderen hadden dus geen broertje of zusje. Door de strenge regels kregen veel mensen het beter. Maar na tientallen jaren blijkt dat er ook nadelen zijn. Doordat stellen maar heel weinig kinderen kregen, zijn er in China nu heel veel volwassenen en ouderen. En steeds minder kinderen en jonge mensen. Als er geen kinderen bijkomen, dan zijn er straks te weinig mensen die kunnen werken en voor ouderen kunnen zorgen. Journalist Sjoerd en Daas, die voor het jeugdjournaal in China werkt, denkt niet dat er door de nieuwe geboorteregel veel kinderen bij zullen komen. Het is de vraag of die jonge ouders daar echt wel in mee willen. De meeste Chinese ouders hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in om meer kinderen te hebben. Eentje vinden ze vaak wel moeilijk, vaak duur genoeg. 1 kind kunnen ze echt goed verwennen, kunnen ze naar goede bijles sturen, kunnen ze het beste van het beste geven. 2 of 3 kinderen, ja, voor veel ouders hier zijn dat er 1 of 2 te veel.